We zijn hier de Weteringshoek in Rossum. En we hebben vandaag hier de opening, de officiële handeling van de eerste paal. Dit is een project dat geeft invulling aan ongeveer 65 huizen. En dan hebben we nog een paar vrijstaande kavels er nog tussen, vrijliggende kavels. Dit is een plan dat voorziet de woningbehoeften, het voorziet in starters, het voorziet in sociale huur, het voorziet in 201 kap, het voorziet in levensloopbestendige woningen. Dus dit is een enorme impuls voor Rossum, een enorme impuls voor de leefbaarheid, een enorme impuls voor de gemeenschap, voor de scholen, voor de winkels. Voor alles. Dus dit is een prima plan waar we mee begonnen zijn in 2010. Dus zo lang is dat al geleden. In 2010 zijn de plannen ontwikkeld. Na 2010 is het in 2015 is bestemmingsplan onherroepelijk geworden. En vanaf 2017, toen Van Wanrooijer is ingestapt, toen is de zaak in de stroomversnelling gegaan. En nu zijn we met enige trots, kunnen we toch wel zeggen, dat we nu echt gaan beginnen. En begin volgend jaar of medio volgend jaar, 2020, worden de woningen opgeleverd. In dit project is duurzaamheid meegenomen. Het voldoet aan alle normen, aan alle hedendaagse normen. Dus we hebben overal op in kunnen spelen. Ja, het is een daadwerkelijk in de parel van de Bommelerwaard. Rossum bouwen we echt een parel van een nieuw project. Daar zijn we enorm trots op.